aan zijn partij. De heer Van Kampen. Voorzitter, uit de vraag van mevrouw Bromet in de richting van de VVD. Voorzitter, u wijst erop dat deze minister hier zit vanuit het kabinet, maar mevrouw Bromet wijst op de VVD. Lijkt ik op te maken dat mevrouw Bromet veronderstelt dat er een bepaalde prioritering is geweest bij de afweging om Schiphol een inrechtstaande vergunning te geven naar het salderen. Klopt die veronderstelling die ik bij mevrouw Bromet hoor? Ja, voorzitter, het lijkt erop alsof inderdaad het recht van de sterkste gegolden heeft in deze kwestie. En Schiphol is daarbij een grote partij. Het belang van Schiphol is ook heel groot. En het lijkt erop dat het kabinet heeft gedacht, ja, dat kan niet zo zijn dat Schiphol nu moet lijden onder die natuur in het Ilpenveld. Ja, voorzitter, het lijkt erop, zegt mevrouw Bromet. En dat is nou precies het probleem. Want ik ben het zelfs met mevrouw Bromet eens. We kennen allemaal die pasmelders, die knelgevallen. We hebben allemaal aan die keukentafels gezeten en die gesprekken gevoerd met die ondernemers. Die gezichten die kennen we hier allemaal als we dit debat voeren van mensen die in de problemen terecht zijn gekomen. En daartegenover die grote luchthaven met zo'n raad van bestuur die we daar met elkaar zien zitten, die het wel even regelt met het kabinet. Dat is het beeld wat mevrouw Bromet hier neerzet en wat zij bestendigt in de richting en veronderstelling van het kabinet. Maar ik zou haar willen vragen. Want mevrouw Bromet is anders dan ikzelf. Ik ben slechts alleen volksvertegenwoordiger geweest in mijn leven. Mevrouw Bromet is ook wethouder geweest. En ik zou haar willen vragen, hoe ging zij om als er aan haar bureau een vergunning werd aangevraagd en zij daar de beoordeling van moest doen? Of haar organisatie, zij de bestuurlijke verantwoordelijkheid droeg voor het beoordelen van die vergunning. Hoe ging zij daarmee om vanuit haar verantwoordelijkheid als bevoegd gezag? Ja, voorzitter, als je een besluit moet nemen als bestuurder, dan weeg je allerlei belangen en dan kijk je ook naar de regels, hè, die je van tevoren hebt afgesproken. En juist hier lijkt dat anders gegaan te zijn, want het zogenaamde additionaliteitsbeginsel vraagt, en dat is de hele stikstofkwestie, om ook te kijken of die stikstofruimte die door Schiphol nu opgekocht is bij boeren niet eerst ten gunste had moeten komen aan de natuur voordat er weer wat vluchten gerechtvaardigd werden. Nou ja, voorzitter, maar dan denk ik dat het goed is dat de GroenLinks Partij van de Arbeidsfractie stukken beter leest. Want het kabinet verwijst voor die afweging heel duidelijk naar de uitspraak van de Raad van State uit 2019... We hebben het hier over rechtsoverweging 13.6 en 13.7 van de pasuitspraak van mei 2019, waar heel duidelijk is aangegeven door de Raad van State dat het slechts de overheid is die de verplichting draagt om de natuurherstellende maatregelen te nemen bij het salderen. Dus de minister heeft vanuit haar verantwoordelijkheid als bevoegd gezag, wat we daarvan ook van kunnen vinden, heeft vanuit de verantwoordelijkheid van bevoegd gezag hier gerefereerd en gehandeld langs de lijn van de uitspraak van de Raad van State. Is dat iets wat mevrouw Bromet erkent? Nou, voorzitter, er zijn inmiddels ook andere rechtelijke uitspraken gedaan. En ik worstel met deze discussie omdat ik ben geen jurist. En het zijn allerlei rechtszaken die dit dossier verdelen. Waardoor ook er rechters zijn geweest die in andere zaken, bij andere luchthavens, die hebben gezegd, ja, ook als het een luchthaven betreft, ook als het een private partij betreft, moet je rekening houden met het additionaliteitsbeginsel. Maar voorzitter, mevrouw Bromet hoeft geen jurist te zijn, dat ben ik ook niet. Maar mevrouw Bromet maakt wel deel uit van de wetgevende macht. En ze is medewetgever. En zij neemt hier een andere medewetgever de maat, alsof deze wetgever, zijnde het kabinet, het bevoegd gezag dat zich te verhouden heeft tot de wetgeving zoals die hier is vastgesteld en arresten van de Raad van State, en impliceert hij dat het kabinet hier een willekeurige afweging heeft gemaakt. Sterker nog, voorzitter, want mevrouw Bromet heeft gelijk. De spelregels lijken te zijn veranderd, omdat de Raad van State in februari van 2024 heeft verwezen naar het feit dat ook particulieren moeten toetsen aan het additionaliteitsprincipe. En voorzitter, heel eerlijk, als we kijken naar de vogel- en habitatrichtlijn, vind ik dat niet eens een rare uitspraak. Nee. En dat erkent het kabinet ook. Dat erkent het kabinet ook gewoon. Maar ik vind het kwalijk, voorzitter, dat mevrouw Bromet hier het kabinet eens verwijt lijkt te maken alsof grote industrieën, grote luchtvaartbedrijven de boventoon voeren ten koste van pasmelders. Waarvoor dit kabinet niet eens het bevoegd gezag is en dat zijn de provincies. En het zou mevrouw Bromet sieren als zij als lid van de wetgevende macht zich ook verhoudt tot rechtelijke uitspraken en de spelregels waar de andere wetgever zich toe heeft te verhouden en aan te houden. Want voorzitter, het is ook zo dat als het bevoegd gezag, zijnde de minister,
zich niet had gehouden aan die eerdere uitspraak van de Raad van State van 2019, dan weet ik wel zeker dat Schiphol naar de rechter was gegaan om de minister daaraan te houden. En dan hadden we moeten zien wat daar de uitkomst van was geweest. Dus laten we het hier wel even zuiver houden. In plaats van beelden op te roepen die het voor de achterban en voor de anti-luchtvaartagenda van mevrouw Bromet misschien heel goed doen. Maar hier alleen maar het kabinet in een beklaagde bank zetten en in een positie wordt gemanoeuvreerd waar het kabinet niet in thuis hoort. Ja, voorzitter, de heer Van Kampen die reageert nogal emotioneel. En dat kan ik me ook wel voorstellen als VVD'er. Want het stikstofdossier is echt een verschrikkelijk naar dossier als je moet kiezen tussen het inkrimpen van de luchtvaart, het verkleinen van de veestapel en het verlagen van de snelheid op wegen. En dat zijn de keuzes die voorliggen als je de natuur wil beschermen in Nederland. En wat ik hier betoog is eigenlijk, er worden allemaal woorden in mijn mond gelegd, wat ik vind, en dat hebben deze bewindspersonen nagelaten, precies dat wat net in het interruptiedebatje tussen de heer Grimwis en Vlag plaatsvond, het Rijk, de overheid, zou regie moeten voeren op het uitgeven van stikstof in plaats van een machtige partij als Schiphol overal maar boerderijen laat opkopen zonder dat je kijkt of dat ten goede komt aan de natuur, maar het meteen invullen met vluchten. Dat vinden wij niet oké. En voor PvdA GroenLinks is het helemaal niet moeilijk om die keuze te maken. Want ja, wij willen inderdaad dat de luchtvaart klimt. Wij willen inderdaad dat er niet te hard gereden wordt op snelwegen. En wij willen inderdaad dat de veestapel kleiner wordt. Dus voor ons is het helemaal niet zo moeilijk. Voor de VVD is het wel heel moeilijk. Voorzitter, ik heb in de afgelopen weken waarin er politiek in dit land heel veel heeft plaatsgevonden, de GroenLinks Partij van de Arbeidsfractie op heel veel momenten het pleidooi horen voeren voor het belang van het koesteren van de rechtsstaat. Meneer de voorzitter, dat zijn woorden die mij uit het hart gegrepen zijn. En dat weet mevrouw Bromet ook. Ik vind alleen dat mevrouw Bromet, en zij formuleert er een aantal wensen, hoe de Partij van de Arbeid GroenLinks-fractie aankijkt tegen de toekomst van de luchtvaart. En dat recht heeft zij. Dat recht heeft zij als volksvertegenwoordiger om die visie neer te leggen voor de luchtvaart en voor de wijze waarop we in dit land de schaarse ruimte verdelen. Maar laten we, en zij heeft de ervaring als zijnde bevoegd gezag, als voormalig bestuurder. Zij weet hoe het is wanneer het bevoegd gezag zich moet houden aan de afspraken en de spelregels zoals die zijn vastgesteld. Voorzitter, laten we het debat voeren of dat is gebeurd. En ik heb tot op dit moment nog geen argument gehoord van mevrouw Bromet dat het kabinet zich hier niet heeft gehouden aan haar verantwoordelijkheid van bevoegd gezag. En het zou de kwaliteit van dit debat ten goede komen als ze zich daarop de inhoud zou concentreren. Nou, voorzitter, het is goed dat de heer Van Kampen begint over de rechtsstaat. Want we leven dus in een samenleving waar er een uitspraak is gedaan door de hoogste rechter 5 jaar geleden. En waarbij de enige maatregel die de afgelopen 5 jaar genomen is, een snelheidsverlaging is genomen. Terwijl het nieuwe kabinet alweer voornemens is om die snelheidsverlaging teniet te doen. Dat is niet hoe je omgaat met rechterlijke uitspraken. In een rechtsstaat zorg je ervoor als overheid om het goede voorbeeld te geven dat als je iets opgedragen wordt door de rechter, dat je dat ook doet. En ik kan geen burger in Nederland uitleggen dat je dan wel even 5 jaar mag wachten met bakkeleien en nadenken over hoe je dat dan gaat invullen en ondertussen het zwakkere belang, namelijk het natuurbelang, verwaarloost. Voorzitter, in een rechtsstaat hoort het niet uit te maken voor de vergunningverlening of je een luchthaven bent of een melkveehouder. Niet goedschiks, niet kwaadschiks. En is het niet aan de politieke agenda van de GroenLinks Partij van de Arbeidsfractie op welke wijze de regels moeten worden geïnterpreteerd. Het bevoegd gezag heeft zich te houden aan de afspraken in de rechtsstaat die we met elkaar hebben gemaakt. Aan rechterlijke uitspraken die door de Raad van State zijn gedaan. Aan de kaders die door dit parlement worden gesteld. Dat is wat het kabinet hier heeft gedaan. En dan ziet het mevrouw Bromet niet om haar eigen luchtvaartagenda hier te projecteren op het bevoegd gezag. Wat gewoon spelregels heeft afgelopen. Zoals dat gaat in een rechtsstaat. Want dat beschermt de meerderheid van de minderheid. En dat is hier ook gebeurd, voorzitter. Ja, voorzitter, we hebben gezien dat ook deze minister adviezen heeft gekregen van ambtenaren dat de route die zij bewandelt, dat het een risicovolle route is, juridisch gezien. Maar de minister heeft hem toch bewandeld. En dit is nog niet afgelopen, dit verhaal. Want er komen nog beroepen, er komen nog rechtszaken hierover. En dan zal ik de heer Van Kampen opnieuw spreken over hoe het gesteld is met de rechtsstaat. Want ik ben ervan overtuigd dat die rechtszaken ook kunnen leiden tot hele andere conclusies. Mevrouw Nijhoff. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik zou graag horen of mevrouw Bromet het met me eens is dat Schiphol een